Dit is het kernhuis van de NAM in Assen. En hier, dit is het archief, de opslagruimte voor al het gesteentemateriaal dat in de loop van de jaren door de NAM is geboord en verzameld. De NAM die is actief sinds eind van de jaren 40 eigenlijk van de vorige eeuw. En sinds die tijd zijn er vele duizenden boringen geweest. Die hebben gesteentemonsters opgeleverd. En die gesteentemonsters die worden hier bewaard in deze ruimte. Er wordt zeer regelmatig gebruik gemaakt van dit gesteentearchief door mensen die meer willen weten van bepaalde soorten gesteenten waarvan wij hier de monsters hebben. Dat zijn op de eerste plaats de geologen van de NAM zelf, die onderzoek doen naar het ontwikkelen van gasvelden of naar specifieke onderwerpen zoals bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen. Daarvoor wil je graag naar gesteentemonsters kijken en dat gebeurt hier in deze ruimte. Als je beter begrijpt welke processen er precies in het gesteente plaatsvinden, dan kun je ook beter voorspellen wat er mogelijk in de toekomst gaat gebeuren op het gebied van aardbevingen bijvoorbeeld. Die boorkernen die worden op boorlocatie in stukken van een meter gezaagd. Ze zitten dan nog steeds in een verbuizing, in een buis. En hier in het laboratorium wordt in eerste instantie die buis verwijderd. En wat je dan overhoudt is een cilinder gesteente. Die wordt met de zaagmachine die je daar ziet staan, wordt die in twee gezaagd, in twee helften. Eén van die helften die wordt in een plastic bak gelegd, zoals deze hier. Er wordt hars omheen gegoten en die hars wordt uitgehard. En vervolgens wordt het bovenste gedeelte van die halve kern wordt door diezelfde zaagmachine er ook weer afgezaagd. En wat je dan overhoudt is wat wij een slab noemen, een dunne plak gesteente, waarin die zeer makkelijk te hanteren is en waarin je zeer goed allerlei detail kunt bestuderen. We hebben op locatie Zeerijp een nieuwe boring geplaatst met als doel om vers gesteentemateriaal naar de oppervlakte te krijgen. We hebben dat gesteentemateriaal nodig omdat we graag in heel groot detail willen kijken wat er nou eigenlijk precies in het gesteente gebeurt. Wat is nou eigenlijk de oorzaak van die aardbevingen waar we zoveel last van hebben? Het gesteente bestaat eigenlijk uit allemaal kleine zandkorreltjes die aan elkaar gekit zijn. En op het moment dat in de poriën van dat gesteente, in de holle ruimtes tussen die gesteentekorrels, als daar het gas uit geproduceerd wordt, dan verlaagt de druk, dan vermindert de druk in het gesteente. En dat heeft als gevolg dat het gesteente inklinkt, dat de korreltjes ten opzichte van elkaar een beetje zich herrangschikken, zodat het gesteente een heel klein beetje inklinkt. En dat inklinkproces of compactieproces, zoals we dat noemen, dat is een van de, laten we zeggen, de motoren achter de aardbevingen die in Groningen plaatsvinden. Voor de HRA is het noodzakelijk om te weten wat er nou precies in detail in het gesteente gebeurt op het moment dat er een aardbeving plaatsvindt. Met het onderzoek dat we op deze boorkernen gedaan hebben, hebben we eigenlijk bevestigd gekregen op een wetenschappelijke manier wat er nou eigenlijk precies in dat gesteente gebeurt. Dus die eerste stap in die hele keten, die hebben wij hier eigenlijk bevestigd kunnen zien.